Nou, hier staat hij dan, de beroemde boom. Cipresboom. Dat is een heel mooi verhaal over deze boom. Dat is dat zenmeester Zhao Zhou, Joshu in het Japans, 8e, 9e eeuw na Christus. Dat was de chanmeester van dit klooster. En op een dag vroeg een leerling hem, wat was nou de reden dat Bodhidharma, de stichter van chan, in de 6e eeuw, de hele weg van India naar China toe ging? Waarom is hij helemaal hier naartoe gekomen? En dat betekent zoiets als, waar gaat Zen over? En toen keek Zhao Zhou uit het raam en hij wees naar de cypressboom in de tuin. En dat was het antwoord. Dus met andere woorden, waar Zen om gaat, dat is iets doodgewoons. Wat je gewoon in de tuin ziet. Het is niet een of andere verheven spirituele reden. Dit is de introductiebijeenkomst voor de opleiding Boeddhisme en Hindoeïsme. En dit zijn er voor meer dan mensen die overwegen om deze opleidingen te gaan doen volgend jaar. We gaan naar een grotere zaal, want de belangstelling is zo groot dat mensen niet in deze zaal passen. En soms gaan mensen op zoek naar het echte boeddhisme, het authentieke boeddhisme, dat vrij is van alle smetten, los van interpretatie, maar wat de Boeddha werkelijk zei. Nou, er was geen man met een bandrecorder aanwezig toen de Boeddha leefde. Dus wat de Boeddha werkelijk zei, dat weten we eenvoudigweg niet. Dus een van de dingen die je misschien wel leert in deze academische opleiding, is dat je heel kritisch gaat reflecteren op dat hele idee, onze behoefte om het ware boeddhisme of het ware hindoeïsme te vinden. Dat is misschien een wensdroom. Dat zullen we nooit vinden. Je hebt alleen maar gestaltes, je hebt alleen maar interpretaties. Je kijkt altijd door een bril. Een ander hedendaags beeld is, boeddhisme gaat over de levende ervaring, niet over ritueel. Want rituelen, dat hebben wij wel gehad. Ja, maar het boeddhisme is misschien wel een en al ritueel. Ritueel is zeer belangrijk in boeddhisme. In ons zencentrum in Amsterdam, als ik introductie zen geef, dan willen mensen dolgraag leren mediteren. En als ik dan zeg, nu gaan we buigen voor de Boeddha, zeggen ze, moet dat nou? Daar was ik nou net overheen, over dat gebuig en dat geritueel. Moet dat nou? Kan ik niet gewoon lekker stilzitten? Dus wij hebben de neiging om zelf te willen oppakken wat wij wenselijk achten. Nou, is dat niet goed of fout? Ik spreek daar geen oordeel over uit. Alleen als boeddhistisch professional is het wel je taak om te weten dat die beelden bestaan en te weten dat het vertekeningen zijn. Dit is het dan. Dit is de beroemde kamer waar al die werken zijn ontstaan. Oh. Ik ben opgegroeid als katholiek jongetje. En zo vanaf mijn 16e begon ik daar vraagtekens bij te stellen. Vooral bij de kerk eigenlijk. Dus ik ging op zoek naar alternatieven, naar andere manieren van denken. En het boeddhisme was één van die manieren van denken en de boeddhistische meditatie. Maar voor mij was Nietzsche ook een westers antwoord op de dood van God. Dus dat je de dood van God, ik herkende dat, hoe hij dat beschreef. En tegelijkertijd dat we daardoor waren gedwongen om zelf te zoeken naar nieuwe antwoorden.
En in al zijn werken zie je gewoon dat hij ten koste van alles probeert om nieuwe antwoorden te vinden. En zelfs het vragen steeds verder te verdiepen. Moet je je voorstellen dat je hier dus dag in dag uit leeft. Dat dit je hele leefwereld is. En ontzettend eenzaam geweest. Ontzettend eenzaam. Nou, dit is eigenlijk het kamertje waar de loop van de westerse filosofie is veranderd. Dus hier heeft Nietzsche in zijn eentje eigenlijk de hele westerse traditie ontmaskerd en een nieuwe richting gegeven. En de boeken die hier in dit kamertje zijn geschreven, die hebben in de afgelopen 100 jaar heel veel filosofen en theologen bezig gehouden. Nou, die omslag is geweest dat Nietzsche eigenlijk alle fundamenten onder het westerse denken heeft weggeslagen. Dus het idee dat er een soort ultiem fundament is, zoals God of de ware werkelijkheid of absolute goedheid, dat er een soort maatstaf bestaat waaraan je ook je eigen leven kan afmeten, dat heeft hij allemaal eigenlijk ontmaskerd en gezegd, nou, dat zijn illusies. Dat is de dood van God. En na de dood van God, dan zijn we eigenlijk helemaal aan onszelf overgeleverd. Nou, dat heeft een enorme werking gehad. Kijk, dat hier is een mooie quote uit de Zarathustra. Hè? I tell you, one must still have chaos in one to give birth to a dancing star. En dan zegt hij van, je moet nog iets in je hebben, een soort van drang, een soort van scheppende kracht, waardoor je kunt scheppen, hè? Waardoor je een dansende ster kunt scheppen. Dus dat is het vermogen van de mens om met iets nieuws te komen, om de hoogte in te streven. En dat vermogen, zegt hij, dat dooft steeds meer uit in de mens, volgens Zarathustra. En als het helemaal is uitgedoofd, dan krijg je de laatste mens. De laatste mens zonder illusies. Die heeft zijn natje en zijn droogje, kijkt 's avonds naar de tv met de voet op de bank. Vindt het allemaal wel best, God is dood en het leven gaat nergens over. Maar je moet je jaren gewoon zo goed mogelijk doorbrengen. Nou, dat vond Nietzsche echt vreselijk. Dat was het meest rampzalige wat zou kunnen gebeuren. Dat die passie in de mens zou uitdoven. Dus dat reiken naar de verste sterren. Dus dat wilde hij ook eigenlijk oproepen in zijn lezers, die drang. En dat is eigenlijk ook wat hij bedoelt met übermensch. Dat is niet dat er een soort supermens wordt geschapen. Maar een soort drang om de mens verder te brengen. Om jezelf als mens verder te brengen. Maar ook de mens door te scheppen. Iets dat voorbij de mens ligt. Vandaar übermensch. Dat boven de mens uitstijgt. Dus de mens is niet het eindpunt, maar is maar een tussenfase. En er is nog zoveel meer mogelijk. Dus als God dood is, en dat is niet langer het ideaal, dan is dat idee om iets voorbij de mens te scheppen het nieuwe ideaal. Dit is een van de plekken waar Nietzsche dagelijks vele uren wandelde. En tijdens die wandelingen kwamen dan zijn meest belangrijke gedachten naar hem toe. Nietzsche filosofeerde eigenlijk altijd tijdens het wandelen. Hij had een hekel aan filosofen die achter hun bureau allerlei theorieën bij elkaar bedachten. En een van zijn uitspraken is ook, wantrouw iedere gedachte die niet is ontstaan tijdens het lopen in de vrije natuur. Dus de gedachte moet als het ware voortgekomen uit het lichaam. Het lichaam filosofeert tijdens het lopen en de rest is uitwerken en uitschrijven. En een van de gedachten die ook tot hem is gekomen tijdens het wandelen is de gedachte van amor fati. Heb het lot lief. Omarm je lot. Jouw leven zoals het nu is. Omarm dat hartstochtelijk. Zonder te verlangen dat het beter is dan het nu is. Of zonder te hopen dat het ooit beter gaat worden. Dat er een opgaande lijn in zit. En dat je in de toekomst een of ander ideaal beeld zal bereiken. Nee, nu. Wat je ook toebedeeld krijgt in je leven op dit moment. Omarm dat hartstochtelijk en je moet als het ware willen dat dit ene moment oneindig vaak exact op dezelfde manier weer zou wederkeren. Dat is amor fati, dat is waar je positief in het bestaan staat. Die gedachte van amor fati
lijkt dus heel erg op het... dit is als het ware een soort omarmen van het bestaan, het omarmen van samsara. En dat lijkt weer heel erg op het zen-boeddhisme, het Mahayana-boeddhisme in China en Japan. In het oudste boeddhisme wordt soms de indruk gewekt alsof het bestaan, het rad van geboorte en wedergeboorte, dat dat zeg maar iets is waar je aan moet ontsnappen, dat het een soort gevangenis is, lijden. En dat je moet streven naar nirvana als een uitweg uit samsara. En in het latere Mahayana-boeddhisme wordt veel meer benadrukt, nee, samsara en nirvana is één en hetzelfde. Dus de samsara waarin we leven, deze wereld, met al zijn lijden en tekortkomingen, dat is ook nirvana. Het is een kwestie van perspectief. Ik ga volgende week vrijdag op de VU houd ik mijn oratie, mijn inaugurele reden, waarmee ik dus eigenlijk mijn hoogleraarschap officieel aanvaard. En ook een beetje ga vertellen wat ik zoal wil gaan doen, ook qua onderzoek. Dus ik zit een beetje te denken over wat het beste is om te vertellen. Het gaat natuurlijk ook over die nieuwe opleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger, waar ik nauw bij betrokken zal zijn. Dus ik wil ook een onderwerp behandelen waar die geestelijke verzorgers iets mee kunnen. Dus ik denk dat ik het daarom ga doen over compassie. Dat is natuurlijk het begrip voor geestelijke verzorgers. Dat is wat een geestelijke verzorger moet hebben, compassie. Maar het grote gevaar is als je mensen gaat opleiden tot geestelijke verzorger en ze over compassie gaat leren, dat je dat doet vanuit onze eigen westerse ideeën daarover. En dan leid je een soort padvinders op, die allemaal goede daden doen en heel erg betrokken en zo. Maar ik denk dat het boeddhisme ons daarover veel te leren heeft. Dat compassie gaat misschien niet zozeer over iets diep binnen in jezelf ontwikkelen, maar misschien veel meer over het vermogen om af te stemmen op wat er om je heen gaande is. Dus dat je juist minder bezig bent met jezelf, maar juist in staat bent jezelf te vergeten en met de situatie te resoneren, mee te vloeien. En ik denk dat ik ook wil benadrukken dat in het boeddhisme wordt benadrukt dat compassie niet in woorden is te vatten. Het is eigenlijk voorbij alle woorden en begrippen. Terwijl wij in het Westen hebben toch heel sterk de neiging, zeker op de universiteit natuurlijk, om dan het begrip compassie eerst even te gaan definiëren. Wat is compassie? En vervolgens een soort systeem te ontwikkelen van hoe moet je dat ontwikkelen en hoe moet je dat cultiveren. En ik denk dat dat andere perspectief, dat compassie nooit in woorden is te vatten en dat iedere visie op compassie eigenlijk tekort schiet. Dat je het nooit helemaal onder woorden kunt brengen. En dat het zich in iedereen op een eigen, unieke manier moet gaan manifesteren. Dat heel belangrijk is om ook juist op de universiteit te laten horen. Zo'n perspectief. Dames en heren, namens het college van decanen van de Vrije Universiteit te Amsterdam heet ik u allen heel hartelijk welkom. Ter gelegenheid van de publieke aanvaarding door dokter André van der Braak van het ambt van bijzonder hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities in de faculteit der godgeleerdheid. De compassie die achter de bodhisattva-gelofte schuilt is niet een kwaliteit die ontwikkeld dient te worden, maar de realiteit die al in mijn diepste natuur, mijn boeddhanatuur besloten ligt. Door het reciteren van de bodhisattva-gelofte probeer ik niet om een emotionele kwaliteit te cultiveren, maar leg ik getuigenis af van een onontkenbare en onontkoombare compassie die al in mijn diepste natuur besloten ligt. Er zijn drie soorten van wijsheid, drie niveaus van wijsheid of van weten. Het eerste niveau, dat is op het alledaagse niveau. En op het alledaagse niveau zeggen we, nou, deze tafel die bestaat en die is permanent. Die is opgebouwd uit atomen en moleculen, die bestaat gewoon. Dat is substantieel, dat is echt. Een van de 16 vestigingen in Rotterdam. André, vanmiddag werd de gast in Hospice de Liefde.
Een hospice dat is in december 2011 gestart. Ja. Met als doelstelling om het lijden van stervenden te verlichten. Ja. En sinds die tijd zijn er veel mensen hier gekomen om hun laatste weken hier door te maken. Ja. Wij proberen een thuisvervanger thuis te zijn. Okay. We willen echt dat de mensen zich thuis voelen. Ze kunnen dus huisdieren meenemen. En er zijn natuurlijk ook mensen die hun eigen dood voelen naderen. Ja. Is dat iets wat vaak naar voren komt? Dat ze er met jou over willen praten? We hebben hier gasten die hier vechtend tegen de dood weigeren het feit te accepteren dat het zo is. Kunnen zich opsluiten in hun kamer, willen absoluut niemand meer zien. Ook geen familie of vrienden meer, geen kinderen meer zien. Heel triest, heel triest. Daar proberen we natuurlijk van alles aan te doen. Maar goed, onze polstok gaat net zo ver als de gast dat toelaat. Kijk, dit is een situatie waarin alle humbug van het leven wegvalt. Hier gaat het echt op leven en dood. Ja. En hoe kun je in het zicht van de dood de kwaliteit van het leven nog zo hoog mogelijk houden? En dan zijn er geen valse voorwenselen meer of wat dan ook. Nee, je staat eigenlijk als gast, zeker, maar eigenlijk ook als vrijwilliger, gewoon bloot in die orkaan van en nu. Je hebt me eigenlijk net verteld dat compassie een hele grote rol speelt in wat je elke dag doet hier. Waarom doe je dan toch de opleiding op de VU, het boeddhistisch geestelijk verzorgen? Wat voegt die toe voor jou? Voel jij dat er meerwaarde is van die opleiding? De opleiding is voor mij de brug tussen aan de ene kant mijn nieuwsgierigheid en aan de andere kant mijn levensovertuiging, boeddhisme. Ja. En ik wil graag op academisch niveau ook straks beter met de gasten of bewoners kunnen omgaan. En dat is natuurlijk niet academische gesprekken aangaan, maar juist op spiritueel niveau wil ik in verbinding met ze kunnen komen. Ja. En op een veel dieper niveau dan ik dat nu kan. Ik weet dat ze op diverse plekken in de wereld daar ook intensief mee bezig zijn. In hoeverre zou een stage in Amerika bij Joan Halifax of in China bij de hoogleraar die nu op bezoek is een optie zijn, volgens jou? Nou, daar ben ik heel erg mee bezig. Ik denk dat in Amerika gebeurt er al veel meer dan in Nederland, op het gebied ook van stervensbegeleiding. En ook in New York is er ook een hospice en andere plekken. Ja. Of bijvoorbeeld naar Taiwan of Korea of China. Dat zou denk ik een hele grote bijdrage zijn als iemand dat daar zou doen en dan weer die kennis meeneemt naar Nederland. Thank you very much for in inviting me over here as part of the VU delegation to give a paper. I wanted to speak about Chinese Chan Buddhism in dialogue with existentialism in the Netherlands. Recently, there has been a surge of popular interest in Buddhism and especially Buddhist meditation in the Netherlands. A recent study from 2010 suggests that 500,000 people have strong affinity with Buddhism and as many as 900,000 people claim to have some affinity with Buddhism or a Buddhist meditation. Now, of course, in Chinese terms, these are very small numbers, but for the Dutch, this is a substantial amount. Many people are very surprised to learn, for example, that so-called anti-religious existentialist philosophers such as Nietzsche and Dostoevsky are in fact quite compatible with the radical Chan masters from the Linji tradition. Just as Chan Master Linji said, meeting the Buddha, killing the Buddha, Nietzsche and Dostoevsky spoke of the death of God, not as an expression of atheism, but in an attempt to revitalize the Western religious tradition. We zitten hier in de Lama-tempel, een van de grootste tempels in Beijing.
ontzettend populair. Heel veel mensen hier, heel veel toeristen. De tempel wordt zelf niet meer gebruikt, maar de mensen vinden het geweldig om hier te komen kijken naar die gebouwen en om wierook te komen branden. Maar het is ook wel een beetje ironisch natuurlijk. Dus ze hebben heel veel belangstelling om hier te komen. Maar wat ze hier kunnen doen is wierookjes aansteken. En wat ik juist zo interessant vind is, kunnen ze ook beoefenen? Kunnen ze ook mediteren? En dat is denk ik een beetje met het Chinese boeddhisme. Historisch gezien biedt het Chinese boeddhisme ritueel. Begrafenisritueel. Je kunt je ouders laten begraven. Maar ik vraag me af, de echte meditatietraditie, bestaat die hier nog? Kunnen mensen zich ook werkelijk in spiritualiteit verdiepen hier via het boeddhisme? Ik ben heel benieuwd of in het andere klooster, de Bailinse, dat Chan-klooster buiten Beijing, waar we ook naartoe gaan, of we daar wel meer waarachtige meditatiebeoefeningen zullen gaan vinden. Er is natuurlijk in China, vanwege Mao en het communisme, is eigenlijk sinds 1949... heeft het boeddhisme geen kans gehad om zich verder te ontplooien. Dus het is een hele generatie boeddhistische meesters die of naar Taiwan is gevlucht of hier in China verder is gemarginaliseerd. Dus er is hier geen historische traditie van meditatiemeesters die ook met volgelingen en leerlingen kunnen werken. Dus het is heel lang dood geweest en sinds de jaren 80 is het weer tot leven gekomen.就是现代人类的生活呢，一个应该是我们比古人呢，我们的优势呢是物质生活丰富的，但问题也在于此，因为物质生活的满足的是人的欲望，那么意味着在我们生命当中，我们的这个私欲呢，会由于不断的得到满足而膨胀，心呢会变得复杂，甚至来讲呢，这个失去平衡。 那么禅修呢，恰恰就是要解决这个问题的，能让我们的心灵呢，能够平静、平衡，能够这个获得哈，能够启发内在的喜悦，而不是简单的是由欲望满足的快乐，这样能够体验到生命它的内在的价值。 Thank you.
Ik ben hier op de conferentie geweest die de VU heeft georganiseerd. En het was erg interessant omdat ik het daar ook had over mijn boek over Nietzsche en Zen, die vergelijkende studie. En daar waren ze erg enthousiast over, erg geïnteresseerd. En na afloop kwamen ze naar me toe en ze zeiden, nou, ik vind het toch wel erg interessant. Dat boek willen we ook graag in het Chinees vertalen. Want wij vinden het heel erg belangrijk om ook westerse opvattingen over het boeddhisme en de vergelijking met westerse filosofieën, daar willen wij meer over leren. En nu zie je dus dat ze vanuit China die inhaalslag aan het maken zijn en dat ze ook ontzettend openstaan en benieuwd zijn naar westerse filosofen. Dus Nietzsche vinden ze hier geweldig, vinden ze zo boeiend. En zeker als wat Nietzsche zegt ook nog zich verhoudt tot het Chan-boeddhisme. Nou, dat vinden ze helemaal heel spannend om te onderzoeken. In China en Japan heb je ook in het boeddhisme heremieten die zich op een berg vestigen en ze daar aan de meditatie wijden. Maar dat is niet werkelijk een soort terugtrekken uit het leven, maar juist een noodzakelijke voorwaarde om het leven juist des te voller te kunnen omarmen. En zo was het voor Nietzsche ook toen hij hier in de berg wandelde. Dus niet om zich uit het leven terug te trekken om tot rust te komen. Daarom gaan wij in de bergen wandelen. Kom je zo heerlijk tot rust. Maar daar ging het Nietzsche niet om. Dus als hij in de bergen liep, dan kon het zijn dat er ook hele verontrustende gedachten bij me opkwamen. Dus dat hij er heel erg onrustig van werd. Dat is eigenlijk een beetje zoals met meditatie. Veel mensen die hebben een idee over meditatie, dat je er zo heerlijk van tot rust komt. Maar dat is niet de bedoeling van meditatie. Het is mooi meegenomen als het gebeurt, maar je kunt van meditatie ook heel erg onrustig worden. Heel erg ongedurig worden, omdat er van alles naar boven komt waar je meestal niet zoveel aandacht aan besteedt. En wat je een beetje onderdrukt houdt, dat komt dan allemaal naar boven. En dan word je juist heel erg onrustig daarvan. Ik denk dat het voor ons westerlingen tegenwoordig moeilijker is om werkelijk die verbondenheid te voelen met de natuur als we in het bos lopen. We zijn ons toch nog steeds bewust van onszelf. Ik loop in het bos, ik zie die mooie plantjes, ik weet misschien zelfs precies hoe ze heten en wat voor soort bomen ik tegenkom en hoe het landschap heet. Maar werkelijk opgaan in de natuur, ik denk dat het in de middeleeuwen bijvoorbeeld veel eenvoudiger was voor mensen. En dat zijn we een beetje verloren eigenlijk. Dat vermogen. Dus omdat we zo in onszelf opgesloten zitten, hebben we ook eigenlijk een soort beperkte blik, een soort tunnelvisie. En Zenmeester Dogen, die heeft er een hele mooie metafoor voor. Het is net alsof je naar de wijde hemel zit te kijken door een bamboestengel. Dus dan tuur je zo door dat rietje en dan denk je dat wat je ziet, dat het geheel is. Maar je kijkt door de koker van het ik, van het ego. Dus dat bepaalt ook wat je ziet. Dat is in het voorwoord van Zarathustra, staat het ergens. Oh, hier. I conjure you, my brethren, remain true to the earth. Dus blijf trouw aan de aarde. Verlies jezelf niet in een of andere toewijding aan een soort bovenaards ideaal, een soort hemel of een hogere wereld, hè, of iets geestelijks of spiritueels. Nee, deze aarde zelf, hè, deze wereld, die is heilig, die is spiritueel. Hè, nou, dat lijkt natuurlijk heel erg op het boeddhisme. Samsara is nirvana. Je moet niet streven weg van samsara naar een soort hoger nirvana. Nee, dit is allemaal hier en nu, op deze aarde. En dat is ook het Mahayana boeddhisme. Dus ik vind het echt een prachtige overeenkomst tussen zijn denken en het denken van het boeddhisme. In de 19e eeuw was het boeddhisme nog niet zo goed bekend als nu en maakte men nog niet een duidelijk onderscheid tussen Theravada boeddhisme en het latere Mahayana boeddhisme. En als men al het onderscheid maakte,
dan beschouwde men het Mahayana een beetje als een soort latere degeneratie van het boeddhisme. Dat het boeddhisme een beetje ontaarde in een soort van volksreligie met bijgeloof waarin de Boeddha als god werd vereerd. Dus dat, ja, dat vond men eigenlijk maar wat minder. En Nietzsche leerde het boeddhisme vooral kennen via Schopenhauer en Wagner. En die hielden van het boeddhisme als een soort levensontkennende pessimistische filosofie waarbij nirwana het niets is en waarbij opgaan in het niets het hoogst bereikbare was. Kijk, bij Schopenhauer past dat precies in zijn filosofie. En Wagner wilde ook eens een opera schrijven over de Boeddha. En ook vanwege het idee van het leven is een tranendal en ontkomen aan het leven, dat is eigenlijk de enig mogelijke genezing en oplossing. Er is een heel mooi citaat uit zijn nagelaten werk, zijn aantekeningen. Daar schrijft hij ergens: ik zou de Boeddha van Europa kunnen zijn. Maar dat zou dan wel een omgekeerde Boeddha zijn dan de Indiase Boeddha. Want ja, de Indiase Boeddha, zeker in zijn ogen, dat was een Boeddha die uitging van het ontkennen van het leven. Dat je moest ontsnappen aan samsara en dat nirvana betekent een soort ontsnappen aan het leven. En hij zegt, nou, mijn filosofie is juist het tegendeel, je moet het leven omarmen. Daarom zei hij, mijn Boeddha, de Boeddha die ik zou zijn, is een tegendeel van de Indiase Boeddha. Maar in China en Japan is het boeddhisme juist heel erg levensbevestigend. Heel erg het leven omarmen. Dus dat komt eigenlijk weer heel dicht bij Nietzsche. Dus had hij het geweten, had hij over Zen geweten en over Chinees boeddhisme. Ja, wie weet, weet je. Het is wel leuk om daarover te speculeren. Vertelt mij net dat hier de as begraven ligt van zenmeester Zhaozhou, oftewel Joshu in het Japans. En dat is de beroemde zenmeester die in heel veel zenkoans voorkomt, onder andere de meest beroemde. Heeft een hond de boede natuur of niet? En dan zegt hij woe, in het Japans moe. En dat is dan een van de meest beroemde koans die ooit zijn opgeschreven. Waar heel veel beginnende zenstudenten jarenlang mee worstelen. En hier ligt dus zijn as.白林寺呢，从八八年开始恢复，是从这个一片废墟当中恢复的。92年呢，建成了这个第一个大殿，就前面的山门呢，和最前面的普光明殿。就从92年开始，我们市府在这边恢复寺院呢，有了一定的这个殿堂基础以后呢，就全面的开展对社会各界的弘法活动。 92年就举办那个念佛的这个修行活动，奖金的活动，这些活动呢都有很多北京的年轻的知识分子来参与。从93年开始呢，就举办针对专门针对大学生的生活禅夏令营活动，对，提倡生活禅。事实上，从那以后呢，不但夏天有针对大学生的夏令营活动，那么周末呢或者节假日呢。 都会有北京高校的或者其他的各地的这个知识分子、学生团体呢，然后呢，经常来寺院。
了解佛教。Yes, and here at the Bailin Monastery, yeah, we see many people coming here. Many people taking incense and burning incense and paying their respects. Do you think they're just tourists who are on a Sunday outing, or do you think people are also seriously interested in Buddhism? I think there's a combination of all of the factors that you mentioned. I think they some of them come mainly out of curiosity, or they come as a sightseer, and some of them come to kind of a test the water, to see testing the water to see what actually the monastic life is like. Some of them are serious, but they have no connection, so they just come to see see any possibility to to run into a teacher and to ask some questions, seek some counseling, if possible. And if they are lucky to have such a chance to run into a monk or nun, and they might, they may take a big step forward afterwards, after the rapport is established. Yeah. Nou, wat ook zo typerend is voor het Chinese boeddhisme, is dat het midden in de wereld staat en midden in de maatschappij. En dat hangt ook samen met het hele Chinese denken. Dat is heel erg aards, heel werelds, heel erg gaat ook over bijdragen aan de maatschappij. Dus het idee van de bodhisattva, het idee van het bevrijden van alle levende wezens en dat het niet voor jezelf is, maar voor alles en iedereen om je heen, dat heeft ook hier in China zich helemaal kunnen ontplooien. Dus de Chinezen die vonden dat een hele natuurlijke notie. Het idee dat bevrijding niet voor jezelf is, van ik bereik de verlichting, maar dat het is dat je zeg maar meestroomt of mee resoneert met alles en iedereen om je heen. En dat je ook daarmee iets bijdraagt aan de mensen om je heen en de wereld om je heen. En daarom is het ook zo dat in het Chinese boeddhisme er wordt minder nadruk gelegd op je eigen persoonlijke verlichting. En er wordt veel meer nadruk gelegd op het bijdragen aan het welzijn van alles en iedereen. Dus het beeld van Kuan Yin, Bodhisattva, met de 1000 armen, die voortdurend bezig is om een handje te helpen en de handen uit de mouwen te steken, letterlijk. Dat wordt heel erg ook in het Chinese boeddhisme bevorderd. Van als je echt boeddhist bent, steek dan je handen uit de mouwen en steek de helpende hand toe. En dat is wat het betekent om een goede boeddhist te zijn. En daarom staat het Chinese boeddhisme ook heel erg open voor andere geloven. Voor ons westerlingen is dat heel lastig om te begrijpen. Wij spreken toch over, wat is de leer van het boeddhisme? Wat is de leer van het taoïsme? En dan hoe verhoudt zich dat tot het katholicisme? En daar zijn ze in China ook helemaal niet zo wel mee bezig. Ik was een keer in een Chinees klooster en toen vroeg ik, van welke school zijn jullie? En toen zei die monnik tegen mij, wij zijn van de school van de Boeddha. Dus dat is ook heel anders dan in Japan. Dus het boeddhisme in Japan is heel strak georganiseerd en je hebt de Zen-school en de zuivere landschool en er zijn verschillende richtingen, verschillende denominaties. En dat is voor ons een beetje vertrouwd, zo hebben wij dat ook. Maar in China loopt het allemaal door elkaar heen. Dus in Chan-scholen wordt er gemediteerd, maar ook devotionele praktijken. Daar wordt de Boeddha ook aangeroepen en vereerd. Dan zouden wij westelingen misschien zeggen van, dat is toch niet zen? Maar dat is voor een Chinees, is dat doodgewoon. Dat is helemaal niet iets dat elkaar tegenspreekt. Dezelfde geesteshouding, het verzamelen van kennis, het verzamelen van inzicht, steeds een stukje erbij, zodat je uiteindelijk alles hebt. De ironie is natuurlijk, we weten het allemaal wel, dat het geestelijk pad gaat over minder en minder en minder kunnen vasthouden en meer loslaten. Maar zelfs in loslaten kun je nog een ambitieus streven hebben. Ik wil nog meer loslaten en nog meer en nog meer.
Dat is nou eenmaal de paradox. Zo zitten we mensen in elkaar. Het enige wat je daaraan kan doen is steeds weer opnieuw tackelen. Jezelf tackelen. Hè, of getackeld worden. Hè, jezelf herinneren. Van, daar gaat het niet om. Steeds weer opnieuw. Ik geef voortdurend darmenlessen over dit aspect of dat aspect. En dat je denkt van, oh, hier gaat het dus om. Hè? Maar dat is het ook niet. Hè? Het gaat zoals het gaat. Het enige wat je kan doen is die wakkerheid houden, hè? Dat gevoel voor humor houden, om te zien van, nou, wat is hier nou weer aan de hand, wat ben ik aan het doen? Descartes die zei, ik denk, dus ik ben. En daarna had je Duitse filosofen die het heel veel hadden over het ik. Dat is heel belangrijk, het ik en mijn ervaring, het ego, het zelf. En dat Nietzsche de gedachte kreeg van dat ik, dat bestaat helemaal niet, dat is een fictie. In een van zijn geschriften schrijft hij, de gedachte van ik denk is een soort van bijgeloof, want er is alleen maar denken. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, het denkt in mij. Maar zelfs dat is nog te veel gezegd. Er vindt iets heel mysterieus plaats in ons. En als een soort interpretatie ervan zeggen we, ik denk. En dat ontkent hij dus. Dus hij probeert ook in zijn filosofie te komen tot een soort zelfloze filosofie. Dus waarin hij dat ik niet meer nodig heeft. En in die zin lijkt hij heel erg op het boeddhisme natuurlijk. Dat ook dat ik ontmaskert als een illusie. Hij is een van de eerste westerse filosofen die dat ik op die manier heeft ontmaskerd. En hij is ook een inspiratiebron geweest voor veel andere filosofen die dat hebben nagevolgd. Het interessante is dat idee van ik, wat Descartes zei, ik denk, dus ik ben. Het was aanvankelijk een soort van emancipatie. Het ik wordt autonoom, het geeft je een gevoel van macht over de natuur. En het geeft je het gevoel dat je baas bent in je eigen leven. Dus het is geweldig empowering. Alleen gaandeweg wordt het ook steeds meer een soort gevangenis. En voel je je afgesloten van de natuur. En is het heel moeilijk om nog een bepaalde eenheid met de natuur en met de wereld te ervaren. Want je voelt je afgesneden. Er is een sterke splitsing tussen de wereld buiten mij en mijn eigen innerlijke wereld. En dan krijg je dat de mens gaat afdalen in zijn eigen innerlijke wereld, introspectie, om daar zijn ware zelf te vinden. En dat vindt hij dan niet. En dat leidt tot een gevoel van frustratie en eenzaamheid. En Nietzsche zegt, die hele beweging is eigenlijk tot mislukken gedoemd. En we zoeken dan naar een bepaalde ultieme waarheid. En
uiteindelijk ontdekken we dat zo'n ultieme waarheid helemaal niet bestaat en ook niet kan bestaan. En dat onze hele zoektocht daarnaar eigenlijk een illusie is. En dan krijg je de fase van het nihilisme, dat je overal aan gaat twijfelen, aan iedere zin. En dat je je afvraagt, wat is eigenlijk de grond van het bestaan? Alle grond van het bestaan valt weg. En dan kan de grote zinloosheid toeslaan, de grote depressiegevoel van, ja, waar is het eigenlijk allemaal goed voor? En dat noemt hij het nihilisme. En hij zegt, ja, daar moet de mens doorheen. En ook onze cultuur zal daar doorheen gaan. En het zal misschien 100 jaar duren, 150 jaar duren, maar dat is ook een drama. Maar daar moet je doorheen. En als je daar tot het diepste van je ziel doorheen gaat, dan is het mogelijk dat zo'n levenshouding van amor fati eigenlijk opspringt. Maar dat kun je niet bewust willen. Je kunt je niet voornemen, oké, nu ga ik proberen om vanuit amor fati te leven, want ik heb Nietzsche gelezen en hij vindt dat een goed idee. Dat werkt gewoon niet. Dat is iets onwillekeurigs. Dat zit als het ware in je cellen, in je lichaam. En dat kan pas als je tot op het diepst gedesillusioneerd bent met de oude zekerheden en de oude waarheden. En dus daar moet je doorheen. Dat is een heel moedig proces en hij zegt maar weinig mensen hebben de moed om dat echt aan te gaan. En als je daar echt helemaal doorheen gaat, dan is er aan het eind van die tunnel is er licht. Hè? Dan is er die houding van amor fati. Mensen die Nietzsche lezen en die voelen wel dat hij spreekt over een bevrijding, over amor fati. En dan hebben mensen altijd zoiets van, hoe doe ik dat? Wat is de weg daarnaartoe? Nietzsche, vertel me alsjeblieft wat de weg is. En dan zegt hij bijvoorbeeld ook in Zarathustra, de weg bestaat niet. Je moet je afvragen, wat is mijn weg? En er is ook geen leraar die je dat kan vertellen. Dus in de Zarathustra moeten ook de leerlingen van Zarathustra uiteindelijk Zarathustra achterlaten. En ze moeten hun eigen leraar worden en hun eigen antwoorden vinden. Dus Nietzsche zelf weigert ook een soort autoriteit te worden die een soort recept geeft van hoe je moet leven om zoiets te bereiken. Dat is iets wat je helemaal in jezelf moet vinden. En misschien is het ook wel een via negativa, dat je eigenlijk alle obstakels voor zo'n amor fati uit de weg moet ruimen. En dat het dan doorbreekt, maar het enige wat je zelf kunt doen, is de obstakels uit de weg ruimen. En dat doet me altijd denken aan de zenmeesters, bijvoorbeeld Lin Ji, die ook altijd als de leerling denkt van, ah, nu heb ik een weg naar verlichting gevonden. Dan geeft Lin Ji een ontzettende schop onder zijn kont en zegt, nee, dat is niet de weg. Er is geen weg. En zoek het niet buiten je. Vooral niet in het boeddhistische achtvoudige pad. Vooral niet in de dharma. Zoek het in jezelf. Jij hebt het antwoord. Jij bent het antwoord. Dus het idee is ook niet in zen van dat je een bepaalde weg vindt. Maar dat je in de gaten hebt dat je de weg bent. Dat jij die weg bent. En dat vind ik zo'n mooie overeenkomst met hoe Nietzsche probeert te schrijven. Wat hij in zijn werk probeert over te dragen. Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.